Hey, leuk dat je weer op deze video hebt geklikt. Welkom. Mocht je hier nieuw zijn, zou ik het heel erg leuk vinden als je even op de abonneerknop klikt onder deze video. Doe alvast even een duimpje omhoog en laten we gauw gaan beginnen. Ik ga vandaag heerlijke vegan coconut crack bars maken, zoals ze heten. En dat komt eigenlijk gewoon neer op ja, een soort van kokosnootrepen. En ik heb namelijk twee verschillende soorten recepten gevonden. Eentje van Tasty en eentje van TheBigMansWorld.com. Je hebt maar drie ingrediënten nodig en dat is namelijk geraspte kokos, kokosolie en maple syrup. En ik gebruik deze glutenvrije sugar-free syrup. En deze heeft een maple smaak. Dus dit is ook een soort van maple syrup, alleen dan zonder suiker. En deze heb ik bij Body & Fit Shop gekocht. En het andere recept dat ik heb gevonden is van Tasty. En deze heeft dus een ander ingrediënt. En deze gebruikt dus kokosroom in plaats van kokosolie. Dus ik zit te denken, ik heb het allebei in huis. Wat zal ik gebruiken? Kijk, als je natuurlijk kokosolie gebruikt en je laat het opstijven, dan wordt het lekker een beetje krokant. Maar die cream weet ik dus niet zeker hoe het gaat worden. Wat ik ook kan doen is half cream, half olie. Dit is de kokosroom die ik heb. Coconut whipping cream, dit heb ik bij de toko gekocht. Je kunt ook een gewoon blik kokosmelk gebruiken. En wat je dan moet doen is hem even een minimaal nacht in de koelkast laten zetten. Want dan separeert ja, het kokoswater zeg maar een beetje van de room. Dus dan kan je het room er zeg maar een beetje uitscheppen. Dus dan moet je ook zorgen dat als je gewone kokosmelk gebruikt, dat je dat blik voorzichtig uit de koelkast haalt en niet schudt. Dan emulgeert het weer tot één substantie. Dus ja, dan moet je gewoon zorgen dat je hem voorzichtig uithaalt. Dan maak je hem open en dan is het water dus gescheiden van de room. Dus dan heb je ook kokosroom. Maar goed, ik kwam dit tegen, dus ik neem aan dat dit al gewoon ja, wat meer room is dan alleen maar water of zo. Dus ik heb hier zo een bakblik, daar heb ik wat versfolie in gelegd. En ik heb een schaal om alles in te mixen. En wat ook wel belangrijk is, zijn deze cups. Dit zijn echt Amerikaanse cupmaten. Deze heb ik laatst op AliExpress besteld. Gewoon ja, puur vanwege het feit dat ik zoveel recepten maak van bijvoorbeeld inderdaad Tasty en zo. En dan gebruiken ze elke keer cups. En ik heb geen zin om het allemaal om te gaan rekenen. Dus ik heb gewoon deze besteld. Er staat milliliters op, maar er staat ook cups boven. Dus ik ga nu even een soort van eigen receptje hiervan creëren. Dus ik ga dan half kokosroom gebruiken en half kokosolie. Dus de ene is met alleen olie en de ander is met alleen room. En ik ga daar een soort van mengeling van maken. Dus ik denk dat dat het leukste is, dan is het echt een experiment. Ik zal trouwens de linkjes naar beide recepten even in de beschrijving achterlaten. Mocht je een van die recepten willen uitproberen, dan kan je het daar vinden. Oh ja, en trouwens bij het Tasty recept gebruiken ze ook nog een laagje bovenop van donkere chocola. En ik heb hier ook pure chocolade van de Jumbo gewoon. Oké, okay, ik ga gewoon zelf wat uitproberen. Ik heb in de Tasty reacties heb ik gezien dat mensen het heel erg lekker vonden. Alleen dat soms die laag een beetje uit elkaar viel. Dus ik denk dat het gewoon sowieso geen kwaad kan om die olie te gebruiken. Dus wat we gaan doen is de kokos pakken. Dan gebruiken ze 150 gram, dus een halve cup kokoscream. Oeh, dit is gewoon echt room inderdaad. Nice. Oké, okay, de helft van het recept, dus dat is 1/4 cup cream. Dus dat is het paarse. Zo. Gaan we er een beetje kokosolie in doen. In het andere recept gebruiken ze 1 cup. En ik maak de helft van de recepten. Dus dat zou een halve cup worden. Wat is een halve cup? Dat zou dit zijn. Dat is best wel veel nog, denk ik. Ik denk dat ik voor 1/4 cup ga. Dat is diezelfde als die ik voor de coconut cream heb gebruikt. Deze heb ik even omgespoeld. En die ga ik dan vullen met olie. Hoe makkelijk die cups. En dan moet er ook nog syrup bij. Dus ik gebruik de suikervrije maple syrup. Zo, ongeveer 3/4 van de cup heb ik gevuld. En dan gaan we dit eventjes goed mengen. Oh, het ruikt in ieder geval heerlijk. Het lijkt me wel een beetje weinig vloeistof. Of
Nou ja, het valt echt wel mee. Het komt al wel een beetje bij elkaar nu. Zo, dan gaan we dit eventjes in de bakschaal doen. Je kan hem ook gewoon beleggen met bakpapier. Ik heb gewoon wat vers houtfolie gebruikt. Goed aandrukken met je lepel. Dat is heel belangrijk dat je hem goed aandrukt, want anders valt het straks gewoon weer uit elkaar. En ik denk dat je in plaats van die maple syrup ook gewoon honing kan gebruiken als je dat lekker vindt. Zo, dan gaan we dit in de vriezer leggen. En dan laten we dit even een paar uurtjes koud worden. En dan kom ik straks bij je terug en dan maken we de chocoladebovenlaag. Het is nu een paar uurtjes later. Hij is best wel hard al. En nu moet dan nog de bovenste laag erop. Dus ik heb de kokosroom en ik heb pure chocolade. En volgens het recept van Tasty gaat er nog 50 gram kokosroom en 130 gram pure chocolade doorheen. En daar doe ik dan zelf ook nog een klein beetje kokosolie doorheen. In de hoop dat het misschien wat krokanter of harder gaat worden. Oké, dus wat zij doen is de kokosroom en de chocolade in een schaaltje. En die doen ze elke keer 15 seconden in een magnetron. En dan tussendoor even goed roeren zodat het niet aanbrandt. En dan gieten ze het hier op. Dus ik ga dat even in de magnetron doen en dan kom ik zo bij terug. Dit is de chocola met de kokosroom en ik heb 1 eetlepel kokosolie erbij gedaan. Dus dit gaat nu in de magnetron. En dit gieten we dan over de kokoslaag heen. Dus dit gaat nu weer in de vriezer. Oké, inmiddels is het een dag verder. En ik heb het vannacht lekker in de koelkast laten staan. Ik vertelde je gisteren dat ik het in de vriezer had gelaten. Maar het is natuurlijk lekkerder eten als het niet helemaal bevroren is. Dus ik ga nu het plastic eraf halen. En dan ga ik het mooi in stukjes snijden. Heel erg lekker. Ongelooflijk lekker. Oké, de kokosnootlaag doet me een beetje denken aan de binnenkant van een Bounty. Nee, dan net wat minder romig. Dus ietsje droger en wat minder zoet. Maar ik moet zeggen, die maple syrup die we hebben gebruikt zonder suiker, die is echt heel, heel lekker hierin. Echt heel erg lekker. En je zou natuurlijk ook eventueel honing kunnen gebruiken. Dan is hij natuurlijk niet meer veganistisch. Dat is deze nu ook niet, omdat er melkpoeder zat in de pure chocolade die ik heb gebruikt. Maar er zijn ook genoeg pure chocolades te vinden die wel vegan zijn. Dus dan kan je hier alsnog een vegan recept van maken. En dan die chocoladelaag, die maakt het echt af. Heerlijk. Die chocoladelaag is echt een soort van lekkere, dikke, romige ganache laag. Onwijs, onwijs lekker. Ik moet zeggen, ik denk dat als ik hem zonder die chocoladelaag zou maken, dat het een beetje saai zou zijn. Die chocoladelaag maakt het echt helemaal af. Die maakt het echt fantastisch. Dit is echt een heerlijk tussendoortje. Je ziet alleen wel, die chocola gaat overal zitten. Het smelt natuurlijk, dus je moet het snel eten. Ik ga de rest bewaren in de vriezer hiervan. En wat ik al zei, ik denk dat ik het dan gewoon eventjes een half uurtje laat ontdooien. En dan kan je gewoon zo'n reepje eten. Dus als je dit ook gaat namaken, stuur dan eventjes een DM naar me toe op Instagram met een foto van jouw gemaakte receptje. Ik krijg regelmatig foto's van jullie dat jullie mijn recepten namaken. En dat vind ik echt onwijs leuk. Dus doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je daar dan toch bent, klik dan ook even op de abonneerknop. Dan kan je mijn kanaal weer steunen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.